Dit is het Wie is de Mol journaal met Wie is de Mol Pro. Welkom bij de allereerste video van seizoen 22 van Wie is de Mol. Allereerst bespreek ik de opnamedatums van seizoen 22. Volgens bronnen die ik niet kan noemen, is het zo dat dit seizoen nu wordt opgenomen. Tenminste, in de richting van eind augustus, begin september, waar we nu dus in zitten. Rick is in ieder geval niet meer gezien bij Eén Vandaag. Wel heeft hij nog iets geplaatst op zijn story. Hetzelfde geldt voor Momo, een cameraman van Wie is de Mol, dus een crewlid. Deze beweerde gisteren namelijk nog in Groningen te zijn geweest. De moloten in Nederland zoeken volop naar de afwezigheid. We kennen het wel, zoeken, zoeken en nog eens zoeken naar potentiële kandidaten. Het is lastig om BN'ers te zoeken die ongeveer 4 weken offline gaan. In mijn hoofd spelen al wat namen te rommelen, zoals Boadil Elsinga, die toevallig rond 2 verwachte opnamedatums offline is gegaan en nu nog steeds is. Daarnaast speelt Bettina Holwerda in mijn hoofd. Ze plaatste een hele verdachte story, waarna ik haar een DM stuurde. Ik vind dit echt zo lief. Ik krijg die vraag heel regelmatig of ik wat mee wil drinken of iets. Stappen. Maar ik ben echt wel een saaier, mensen. Nee, grapje. Ik breek de tent af. Ik ben een beest. Maar nee, ik zit in het buitenland dan. Ja. Ze beweert dus dat ze in september in het buitenland is. Mogelijke deelname aan Wie is de Mol is dus niet uitgesloten. Daarnaast stuurde ik haar een DM met de vraag of ze niet te veel al had verklapt. Hierop antwoordde ze wat. Ze heeft geantwoord dat ze dat nog niet had gedaan, dat ze dus nog niet te veel heeft gezegd. Dan als laatste bespreek ik de potentiële opnamelanden. Je zou kunnen zeggen vanwege corona is niet alles meer mogelijk qua landen. Dit was natuurlijk vorig jaar het geval. Dit jaar is dat wel anders. Want er zijn geen vaccins bijvoorbeeld. Al denk ik niet dat het buiten Europa wordt opgenomen. De landen die ik wel leuk zou vinden en wat potentieel zou kunnen, zijn bijvoorbeeld landen in Scandinavië, zoals Zweden of Finland. Noorwegen is namelijk heel streng met corona. Of landen zoals Oostenrijk en Zwitserland. Tot zover het eerste Wie is de Mol journaal richting seizoen 22 van Wie is de Mol. Laat vooral de verdachte dingen weten via mijn Instagram DM. Stuur mij een berichtje, ik reageer altijd. Voor nu bedankt voor het kijken, abonneer voor meer en ik zie jullie wel weer.